hebben het meest iconische trapje van Nederland al bewandeld. Groningen en VVV, de trap in de koel. Ook daar weer iemand van de Invictus Games. Een sportspectakel voor militairen die gewond zijn geraakt tijdens het uitoefenen van hun beroep. Volgend jaar in Den Haag wordt dat een groot festijn. En laten we hopen dat ook deze wedstrijd een groot festijn wordt tussen VVV en Groningen. Derde eredivisiewedstrijd dit seizoen. Von Maaskant in eigen huis. Hij praat eventjes bij met Adrie Poldervaar, de assistentcoach van Groningen. Hij werd thuis gewonnen van RKC en verloren van Ajax. Dit nogmaals de elf namen van VVV. Vier wijzigingen in de basis ten opzichte van de 1-0 nederlaag tegen Den Haag. Scheiman en Kettemol met hun basisdebuut. Dat gaat ook voor Djaboa. Is sowieso zijn debuut voor VVV. Huur van VfL Wolfsburg. Benschop. Hij staat in de punt van de aanval. U ziet de elf namen van Groningen voorbij komen. El Messaoudi met nummer 18 maakt zijn debuut. Vorig jaar Fortuna Sittard. Sierhuis dus op de bank. Maakte nog een doelpunt namens Jong Oranje tegen Cyprus. Maar dat wordt de voorkeur gegeven aan Charlison Benschop. De hoekschop voor Groningen. Dat is een knappe kopstoot en de redding van Kiesbaum ook aardig. El Messaoudi testte die Duitse doelman eventjes. Was daar dichtbij een treffer bij zijn debuut. En zo houdt de druk van Groningen eventjes aan. Dan de tegenstoot van VVV, Schrek. Vertraagt die wat, maar verijdelt hem niet. Geen buitenspel voor Djaboa, omdat Warmerdam daar nog hangt. Wright kiest positie, Djaboa gaat vooralsnog zelf. De hoek wordt moeilijk, maar niet zo moeilijk dat hij er niet in kan. En dit heeft dus een droomdebuut. 11 minuutjes in het shirt van VVV en een doelpunt maken. Hij is speersnel, zei Robert Maaskant vooraf. En dat bewijst John Djaboa hier. Met bal niet meer te achterhalen. En dan wordt de hoek wel lastig, maar niet lastig genoeg. Echt knap afgerond hoor. Door de benen van Pat. Ja, dit is mooi. Djaboa. Ja, alles wat hij naar een ploegenoot speelt vinden ze hier al prachtig. Djaboa. Kappen, draaien, de langs bij El Messaoudi. Ja hoor, de hele trucendoos gaat open. Van de Kerkhof vindt het geen penalty. Natuurlijk gaat de videoscheidsrechter daar nog eventjes naar kijken. Hij heeft toch wel echt pijn. Die rechter aanvallen van VVV. Van de Kerkhof was zeer resoluut. Leek ook in de juiste positie te staan om dit goed te kunnen beoordelen. Hij gaat echt op de voet staan. Van Hintem op de rechtervoet van Djaboa. Daar, videoscheidsrechter heeft het beoordeeld. En niet als dusdanig goed genoeg voor een strafschop. Doelpunt overigens van Djaboa. Het eerste doelpunt dat Groningen tegenkrijgt in uitwedstrijden dit seizoen. 1-0 bij Emmen. 0-0 bezoek bij AZ in Den Haag. Djaboa is er vandoor. Itakura moet verdedigen in de 1 tegen 1. Heeft ruimte in zijn rug. Djaboa. In de handen bij Pat. Maar hij maakt zich geliefder en geliefder bij VVV in het eerste half uur. El Messaoudi, te Wierik. VVV probeert iedereen buiten de 16 te houden. Dat lukt niet. Het gaat naar te Wierik. Slecht weggewerkt. Heel raar eigenlijk door Koen. Die legt die bal zo panklaar neer. En de knie. De Zeefuik verwacht dat eigenlijk ook niet. Benschop. En daar is Kiesbaum uiteindelijk met de bal in zijn handen. Zeefuik. Hier 9 veldspelers van VVV die behoorlijk verdedigen. Zeefuik.
daar is de kans. En dit is dan eigenlijk de eerste echt grote kans van Groningen. Rustić. En je ziet aan zijn reactie dat hij hier wel wat meer mee had kunnen doen. Dit is wel passend bij de pas drie doelpunten van Groningen dit seizoen. Dat dit soort kansen er niet in gaan. Al met Saoudi. Rustić. Rustić. En dit is een prachtige gelijkmaker. Van een meter of 23 schiet hij prachtig binnen. En feest bij de 314 meegereisde supporters van Groningen. En Kiesbaum staat misschien iets te ver voor zijn doel. Want die bal zit zeker niet te stijf in de bovenhoek. En kunnen ze er nog eentje bij prikken? Want het is 5 tegen 4. Als Groningen dit goed uitspeelt, staat het 1-2. Maar ze spelen het niet goed uit. Strek. Kan natuurlijk wel nog altijd. Matusiwa, slimme lichaamsschijnbeweging. Warmerdam van Hintem keurig vrijgespeeld. Strek wacht daar om de penalty. Dit prachtige aanval, alleen het afronden ontbreekt. Dit is wat optimistisch. Dit speelde Groningen perfect uit. En dit uitverdedigen van VVV is daar het tegenovergestelde van. Heeft nog weinig bruikbare ballen gekregen, Benschop. Ook deze gaat weer aan hem voorbij. Bijna een eigen doelpunt van Ketsemol. Maar goed dat Kiesbaum bij de les is. Neudekker. De eerste helft had hij al wat last van die arm. Van Ooyen. Zeefuik moet hem voorlangs laten kruisen. Van Ooyen. Benschop. Rechte kapstokspits doet hij dit goed. Al met Saoudi. Had een redelijke indruk achter tot nu toe. Dat is een debuut voor Groningen. Rustić. Strek gaat diep. Krijgt hier de bal. Prachtig hakje. Rustić is links. Dat zagen we in de eerste helft. De bal lag toch aardig. Warmerdam. Warmerdam en Kiesbaum voorkomt de voorsprong van Groningen. Slim balletje. Kiesbaum krijgt die bal eigenlijk tegen zich aangeschoten. Matusiwa. Goed de bal voorwaarts gespeeld naar Warmerdam. Het is zeker geen intense wurggreep van Groningen. Ze knijpen wel langzamerhand de keel van VVV een beetje dicht. En uiteindelijk gaat VVV een keer naar adem snakken. Zoals nu wellicht. Warmerdam. Knappe kopstoot nog. Hij moest echt zijn uiterste best doen om überhaupt zijn hoofd achter die bal te krijgen. Neudekker en Pat. Aardige volley van die Duitse middenvelder. Eventjes over het hoofd gezien. Pat ziet die bal laat op zich afkomen. Scheinman. Neudekker. Lindhorst gaat diep, krijgt die bal. Perfect. Lindhorst, korte hoek geprobeerd. En zo krijgt toch ook VVV wel een aantal kansjes op de 2-1. Elankouri voor het eerst. Benschop. Rustić. Rustić. En die schiet hem ook weer recht op Kiesbaum af. Ja, zo kan die keeper zich wel ontpoppen tot redder van VVV. Natuurlijk, hij moet er staan. Maar ze schieten hem toch recht tegen hem aan. Elankouri, Pagoni. El Messaoudi zou het kunnen proberen. Goed uitgestapt door Lindhorst. Rustić, overtreding. Vrije trap Groningen.
weer een klusje voor Rustić. De poging van Rustić. En dat is een aardige bal. En via de paal in de hand van Kiesbaum. Geen voorsprong voor Groningen. Wat heeft hij toch een lekker linkerbeen, Rustić. En ook een formidabele redding. Soriano. De ruimte op rechts bij Sinclair. Sinclair die komt er niet helemaal uit met zijn passen en de bal. Het had een grote kans kunnen opleveren. Wat blijft staan en daar is het Lindhorst. Die ervoor zorgt dat VVV dus op voorsprong komt. En daar heeft hij een gele kaart voor over. Weer even Lindhorst. En wat staat hij vrij ongekend. Dit zie je toch niet vaak bij corners. Loopt weg en niemand pikt hem op. En viert VVV feest. Want zij verslaan FC Groningen met 2-1. 9 punten nu voor Robert Maaskant. En hij weer het goudhaantje. Evert Lindhorst. Doelpunt nummer 4 dit seizoen. Mede mogelijk gemaakt door de afwezigheid van de verdediging van Groningen bij die corner. Werk aan de winkel voor Groningen wat dat betreft. Niet eens zo heel onaardig gespeeld door de bezoekers. Maar uiteindelijk staan ze wel weer gewoon met lege handen.